daar ben je weer. Ja, de kruiwagen is weer op pad. Kijk. Making of, ik heb concurrentie. Oh, je wil het ook filmen? Oh, sorry. Ja, iets verder terug. Ja. Als je wil. Kijk, ik ben aan het afkijken. Actie. Actie! Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ga jij mij filmen dat ik hem ook even al onze fans filmen. Dat is wel leuk, ja. Ik Henry, de pers achtervolgt je. Oh, jee. Hoe moet dat nu? Ja, dat weet ik niet. Ren. Ik keer wel even. Daar ben je weer. Ja, goedemorgen. Hey, maar ho, hier verwachten ze je al hoor. Dat, wat zeg je? Ja, inmiddels gaat het nieuwsje vooruit dat als je even daar kunt aansluiten in de rij. Oh, kijk. Dus de tweede kruiwagen. Ja, dat, ja. Het is niet zo dat je alleen bent. Ja, je krijgt navolging. Daar gaan we weer. Ja. We zijn op een goede plek hier. Allemaal kruiwagens. Ja. Ja, dat is echt. Als je kruiwagens ziet, dan ben je dicht bij de aarde. Hè. Dan, Oh, kijk, daar staan er ook nog twee. Nou, we komen in de file. De file van kruiwagens. Jeetje. Alleen de mannetjes en vrouwtjes die ontbreken nog, maar goed, dat komt vanzelf. Nou, misschien hebben we wel drie kruiwagens nodig naar Parijs. Maar goed, dat gaan we nog wel even zien. Kijk, hier zijn we dus in het voedselpark. En als je naar die kant kijkt, nou, dat is allemaal, ja, daar ligt die 42 mooie hectares die, waar ze het voedselpark willen maken. Dus, nou, dat idee neem ik mee naar Parijs, om dat te ondersteunen. Dus ik zou zeggen, Amsterdammers en heel Nederland steun dit initiatief. Het was het tijdperk van wolkenkrabbers, dat laten we achter ons. In die tijdsgeest zijn we nu, want we gaan nu naar de tuinkrabbers. Naar de tuinkrabbers? Ja, dat wordt de toekomst. Het tijdperk van de tuinkrabbers. En dus dan moet ik natuurlijk wel even testen hoe dat hier werkt. Is die grond wel lekker los? Nou, we gaan. Maar waar zijn we nu dan? Ja, dit is Lutkemeer, hè, daar waar we dus dat voedselpark willen maken. Met steun van heel Amsterdam. En ik hoorde net Land van Oms sluit zich aan. Nou, dat wordt een feest hier. Dat wordt echt een mooi wandel, het voedselpark. Ik zal zo eens even in die tuin krabben. Maar je zult zien dat deze grond lekker los is. En dat heb je met biologische boeren en tuinders. Moet je kijken. Oh ja, dat is inderdaad. Dit is gewoon alsof je op een bedje. Dat is echt dat noemen ze ook een bed. Maar hier kun je haar slapen, zo zacht dat is. Ja.